Welkom. Dankjewel. Hoe was de eerste training voor jou? Ja, lekker. Ik ben weer terug in Amsterdam. Lekker weer voetballen. Eventjes vakantie gehad. Het is altijd weer lekker om een balletje te trappen en weer bezig te zijn. Tof man, ik moet je trouwens feliciteren met de promotie met je club naar de Eredivisie. Okay. Dus dat is ook wel een mooie... Ja, zeker. Mijlpaal in ieder geval. Okay. Toen jij eigenlijk hoorde dat je was voorgenomen in de voorselectie van Suriname, wat voor indruk had het op jou? Het is sowieso een eer om voor je, voor je moederland, vaderland uit te komen. En familie trots, ik natuurlijk trots. Ik heb hiervoor wel voor Nederlands elftal... jeugd elftallen uitgekomen. Dat is de eerste keer voor mij. Dus het is sowieso een eer en ik ben trots om hier te mogen zijn en mijn steentje bij te dragen aan de selectie. Trots om hier te zijn, ook in Amsterdam. Het is hier voor jou begonnen eigenlijk allemaal. Geeft dat je extra motivatie? Niet per se om in Amsterdam te zijn, maar sowieso om wat ik net zei, mijn steentje bij te dragen om Suriname en iets moois neer te zetten. Natuurlijk te klimmen. Op nationaal niveau. En de positie waarop je speelt, rechtsback, heb je best wel wat concurrentie bij Nacho. Wat invulling ga jij daar persoonlijk aan geven? Ja, ik ben gewoon een echte verdediger. Ik hou van een mannetje uitschakelen, duelleren. Dat is gemerkt. Ja, duelleren. Echt gewoon een pure verdediger. En als de trainer, de bondscoach, de coach dat nodig heeft, dan kunnen ze op mij rekenen. De keuze ligt altijd bij de trainers en de bondscoach. Dus ik laat het aan hun over. Ik wil gewoon mijn steentje bijdragen. En dan zien we het voor de rest van zelf. Duidelijke taal. Navajo Bakboord. Hey, dankjewel voor je tijd.